Ik ga trouwens twee dingen maken vandaag. Rechts gewoon niet in de weg staan jij. Maar ja, twee dingen maken wat ik al zei. Want ik heb wat. Zoals jullie zien ben ik lekker heerlijk pannenkoek aan het bakken. Wacht, kijk of het lukt hoor. Super tof dat je kijkt naar Gloedeel Vlog. Mijn naam is Sander Pot, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker. Zit al lekker met mijn bakje koffie. Maar ik ga even wat anders bijnemen. En dat is, neem jullie mee. Wat ik nog meer ga nemen is lekker mandarijntje. Dus, maar dan moet ik hem eerst even loshalen. Netten zijn altijd zo moeilijk te breken, hè, van die mandarijnen. En vooral met één hand. Wacht, ik ga hem even neerzetten, mijn camera. Zo. Hè? Even voelen of ik goed zijn. Oh, deze ziet er lekker goed uit. Deze ziet er lekker goed vers uit. Deze. Die gaan we even lekker nemen. En dan gaan we even weer. Dan ga ik lekker deze mandarijntje eten. Ik ben er even lekker heerlijk bakje koffie erin aan het zetten. Heerlijk thuis nu. En Ganja net even lekker broodjes gegeven. Die zit eigenlijk nu te smullen. Daar zo. En dan ga ik nu zelf even koffie doen. En deze wasmiddel denk ik nog wel opruimen. Ah. Ik was al de hele tijd een balletje aan het zoeken. Maar eindelijk heb ik hem. Of was het andere? Oh nee, ik zie andere al daaronder liggen. Maar ja, even lekker bakje koffie. Even nog om nog wakker te worden. Nou, wakker te worden niet. Want ik ben al best wel actief. Maar ik ga nu even lekker koffie zetten, even eten. Ik ga een fantastisch apparaat ook maar aanzetten, want ik ga lekker tosti even wat pakken. En dan ga ik dat even erin gooien. Zo. Oh ja, die heb ik ook nog. Oh my god. Wacht, dan haal ik eerst deze eruit. Ik ben even alles aan het uithalen en dan deze. Hoppakee, die nemen. Deze in de koelkast. Hoppakee, klaar. Dan ga ik, want ik ga deze eten. Het is tortini. Dus ga ik dan maar even wat eten. Eerst even koelkast dicht natuurlijk. Hoppakee, een lekker koffie gezet. Doe ik even de melk en suiker in en dan die erin gooien. Die tortini. Ik ga maar een bordje pakken, want ik zit te bedenken, ik heb nog eten in die ding staan natuurlijk, wat jullie net zagen wat ik erin deed. Ik ben net op tijd klaar, zie ik. Pak ik gewoon even met een prikketje. Zo. Oké, klaar is Kees. Ik kan het stekker weer uit. Dit zijn wel pittig. Maar dan vraag ik alleen af, hoe pittig zijn ze dan eigenlijk? Want ik heb net gisteren die vlamtostje genomen. Die was wel goed pittig. Dat kan ik jullie wel vertellen. Maar ik weet niet hoe pittig deze is. Want wat is eigenlijk nou pittig? Nou, dat kan je nooit weten. Ik ga nu even maar even proeven. Laten we het even nu proeven. Wat ik al zei, ik ga proeven. Mensen, ik ga trouwens proeven. Ik ga trouwens twee dingen maken vandaag. Rechts gewoon niet in de weg staan jij. Maar ja, twee dingen maken wat ik al zei. Want ik heb wat gekocht vanmiddag. Dat zijn deze cupcakes, normale. En ik ga ook vanavond pannenkoeken bakken. Dat ga ik ook nog vandaag doen. Dat gaan jullie allemaal zien. Cupcakes en versierdingen. Dus gaan we er even wat moois van maken. Dus laten we dat even lekker doen. En misschien binnenkort ook nog met Sanne een keer erbij. Deze binnenkort. Maar wanneer, hoe, wat, horen jullie nog wel. Dus ik ga even ook alvast beginnen, denk ik. Kan jij niet doen. Niet aan die ding zitten. Dus ik ga wat even pakken. Even kijken waar het staat. Zo. Ik weet niet waar dit is, joh.
gelaten. Dat is leuk. Wil je iets hebben? Weet, kijk daar even waar je het hebt gelaten. Hier heb ik het ook niet gelaten. Hier heb ik het ook niet gelaten. Oh jawel, hier heb ik het wel gelaten. Hier staat hij, dus dat wil ik hebben. Zo, deze wil ik hebben. En dat was het. Hapsieke idee. Dan kan hij weer terug in de kast. Hapsieke idee. Dus ga ik dat hier de mail in doen. En dus dit. En ik heb gekeken, ga ik ook klaarmaken. Maar dan zit ik dadelijk op een bordje of wat en ook hoor waarop. Zo, het was ook weer gebeurd. Alleen wat ik nu ga doen, ik ga het nou in cupjes doen en dan in de oven. En ga ik ook nog kijken hoe lang die in de oven moet. Ah, oké. Okay. 22 minuten gaar. Kijk hoe lang die in de oven moet. Want dan moet ik wel weten natuurlijk. Maar dat staat er niet op. Want die heb ik wel, die ga ik ook vast bij je pakken. Ah, dan kan ik het echt weten beter morgen voorbereiden om te rijden. Deze moet ik hebben. IJstang. Ja. Nee, is dat echt niet lang. Anders zei ik hem dus. Ah. 170 graden. Doe ook 180. Ook goed. Maar doe ik nou een cupcake, cups. En dan gaan jullie nu ook zien in shot. Lekker pannenkoek tenminste maken zoals jullie zien, maar dat is een beetje uit de hand gelopen zoals jullie zien. Ze hebben ook lekker cakes in een mangetroven gedaan en ik heb hier op tafel heb ik een andere staan namelijk en die ga ik ook nog versieren. En ik zit dan toevallig ook weer Undercover te kijken. Oh, wat is dat ongelooflijk interessante film. Maar als ik eerlijk moet zijn, vind ik seizoen, want ik zit over iets te zeggen, ik zit al bij seizoen 2, aflevering 7. En seizoen 1 vond ik veel spannender, leuker, interessanter. Maar ja, iedereen mening verdeeld. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus dit is nu de tweede cake. Maar wat ik ook nu ga doen is lekker even deze mix even hier neerzetten. En wat heb ik trouwens ook een bende van gemaakt. Ongelooflijk, hè. Maar ja, dan ga ik dadelijk allemaal schoonmaken. En voor de cakejes heb ik ook nog versieringen. Men zit ook wel helemaal onder cake mix voor te zien. Dus die ga ik ook nog versieren. En ik krijg wat binnen. Oh nee, niet belangrijk. Ik dacht dat even dat we over de cakejes gingen, maar dat is niet zo. Maar, wat ik al zei, ik ga even cakejes pannenkoeken maken. Wat ik eerst ga doen is even deze aanzetten. En dan kan jij wel eten. Dus ga ik even nu aanzetten en dan ga ik lekker pannenkoeken bakken. En dan ga je hier ook zien. Jullie zien, ben ik lekker heerlijk pannenkoek aan het bakken. Wacht, kijk of het lukt hoor. Oh, nee, nee. Oh, oh. Oh jawel, hoppakee. Oh, ik weet niet of ik op beeld had. Oh mijn god, daar zat hij niet op beeld. Bof, verdikken me. Oh, maar oh, ik heb zo op een beetje gezeten proef hoor.
Wat is hier ongelooflijk lekker. Wat ik ook heb aangedaan is van huis even aangezet, om zo te zeggen. En ik heb best wel nog veel over van de mail. En ook veel pannenkoek gebakken hoor. Maar oh, wat is het heerlijk om lekker pannenkoeken te bakken. Oké, okay. Die is ook al leuk voor de thumbnail. Ik moet ook wel thumbnails maken natuurlijk. En tussendoor zit ik ook lekker dom te kijken op je beeld. Alleen, hij is weg. Hij is ineens weg. Ja. Ik hoef alleen even, omdat ik een pauze heb gedaan, hoef ik alleen zo te doen. Hop, swipe up. Swipe up. En dan vergeet de play te drukken en dan gaat hij afspelen. Zoals nu. En dan gaan we even lekker verder kijken. Laten we dat ook even gelijk doen. Maak nu de allerlaatste pannenkoek. Want ik heb nu een beetje alles een beetje opgeruimd. En dit is dan wat hierin zit. Allerlaatste pannenkoek wat erin zit. Die ik ga maken. En dat zijn alle pannenkoeken die ik heb gemaakt. Die daar staan. Dus gaan we even kijken. Kijk of het lukt. Hoppakee, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Zo. Hapske idee, ik ben hem zo leuk om te doen. Het is wel, als ik eerlijk moet zijn, best wel makkelijk al beflipt om de pannenkoek om te laten draaien, maar ik heb een tip. Ga oefenen en probeer het gewoon. En zo heb ik ook gedaan. Ik dacht, nee, ik kan het sowieso niet, bla bla bla. Maar ik vind, als je nooit probeert, weet je het ook nooit. Vandaar dat ik nu, ik weet niet, dat is heel tijd geleden, heb ik ooit wel eens pannenkoek gemaakt en proberen om te draaien met gewoon zo. Ik weet zeker, met links kan het niet. Maar zoals, ik kan sowieso niet met zoals en zo. Nee, dat kan ik ook niet, want het plafond is niet te hoog voor het namelijk. Van en zo is denk ik veel groter. Maar even als we nog over dat hebben. Ik kan sowieso niet pannenkoek heel hoog krijgen om goed te draaien, denk ik. Maar lijkt wel super tof. Een keer te doen eigenlijk. Maar ja, ik vind het wel leuk om te doen eigenlijk. Beter dan de spatel eigenlijk. Maar ja, ik heb alles een beetje opgeruimd. Spatel heb ik ook niet nodig. Alleen deze bord. Maar wat kan het erop van komen? Pannenkoeken maken om en om cake te bakken kan ook een troep van maken. Maar ik dacht, weet je, ik ga even leuk iets maken. Laat even weten in de reactie wat ik volgende keer moet maken. Of hebben jullie een leuk idee om iets leuks te maken? Laat even weten hier beneden in de reactie. Misschien ga ik dat ooit maken. En wat ik ook ga doen is na eten dat ik even lekker een mandarijntje neem. Ik heb al vandaag al 2 op namelijk. Eentje in de ochtend en eentje in 's middags. Dus, en nu ga ik eentje na eten. En ik heb wat lekkers. Die ga ik ook waarschijnlijk nemen. Meer is even wat op pannenkoek. Even kijken of die... Hij is te gaar. Ja. Dan zet ik alles uit. Dan zet ik deze hier neer. Ik ga het water ook drinken doen. Komt hij wel vanaf. Dat wel. Dus dat heb ik uitgezet. En daar liggen alle pannenkoeken. Die ga ik daar nu pakken. En lekker eten. Gelukkig lekker die cakejes gefusieerd. Sommige momenten had ik dacht ik echt niet wat ik moet nou maken. Dus ik heb deze gemaakt en ik heb nog één gemaakt. En dat is deze en ik 2 heb ik maar wat gedaan. Zoals jullie zien. En één mooi hartje met SS. Dan weten jullie vast wel wat betekent en een Feyenoord. En dan ga ik nu maar lekker smullen daarvan. Dus laten we dat ook even lekker doen. Dan ga ik nu ook mijn camera even neerzetten.
Als het lukt. Dus dan ga ik even kijken wat ik ga doen. Laten we maar KP doen. Kijk maar. Dan gaan we die even proeven. En daarna ga ik ze allemaal lekker in de broodtrommel doen. En wat ik daarna ga doen, gaan jullie wel horen. Zo, even proeven hoor. Zo, het smaakt goed. Het smaakt echt goed. En de lekkerste smaak ook nog, dat van onder gewoon super zacht is. En boven lekker krokant. Ik wil nog iemand deze koek. Als je nou achter mij nou, dan kan je. Zet nog een laatste stukje. Ik ga daar lekker in de trommel doen. En morgen heb ik een drukke dag dat ik dat allemaal schoon moet maken. Deze maar zachter en die ga lekker klaarmaken om lekker naar bed in te gaan. Dus dat gaan we ook doen. Morgen weer een dag. Heel lekker afsluiten alles. Dus wat tegen jullie wil zeggen is jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het super tof zijn als je je mee abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers hier. Gewoon een hele vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Ik heb ineens aan mijn deur gekregen van het lekkers. En dat is heerlijke taart. En een bordje, die heb ik zelf niet. Nee, dat klopt.